Hier aan het Schuiterdiep komt een nieuwe koffieshop op de plek van het voormalig café de Kachel. De gemeente wil hier voor een vergunning afgeven. Café de Kachel verkastte twee jaar geleden naar de Zwanenstraat. Daarna zat er een Engelse pub in het pand. Wat wij uh, hebben gedaan is reageren op het verzoek voor, uh, voor locaties om te kijken voldoet dat aan het koffieshopbeleid. We hebben gezegd dat uh, dat voor één locatie geldt. Dat is een locatie uh, uh, aan het Schuiterdiep. Van het café De Kachel. Uh, die locatie is het. En, uh, en op het moment dat we zeggen van die locatie zou kunnen, dat past binnen het coffeeshopbeleid. dan moet degene die die locatie wil exploiteren een gedoogvergunning aanvragen. Die gedoogvergunning gaat natuurlijk normaal de molen door. De afgelopen tijd werden diverse aanvragen afgewezen omdat de locatie ongeschikt was, zoals de Noorderhaven Noordzijde. Er zijn nu nog twee gedoogvergunningen voor coffeeshops beschikbaar. Dat betekent dat er nog meerdere locaties zouden kunnen worden aangewezen. We hebben geen nieuwe aanvragen nog die we nu nog moeten beoordelen. Dus we wachten af of er exploitanten zijn die dat gaan doen. Er komt nog wel een inspraakronde waarbij omwonenden hun zegje mogen doen. We zullen altijd nog met de buurt in overleg gaan om te kijken ook of er een mogelijk aanvullende maatregelen gezet, uh, gemaakt moeten worden of wij extra voorschriften moeten hanteren. Dat kan natuurlijk altijd. En, uh, en uiteraard nemen we het geluid uit de buurt serieus. Maar tegelijkertijd zeg ik er ook bij dat, uh, dat als je kijkt naar het lijstje waaraan zo'n locatie moet voldoen, dan komt dit goed in de buurt.